YouTube vrienden en vriendinnen, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. Met vandaag een gast die helemaal aan de andere kant van de wereld woont, Derk de Korver. En Derk de Korver is de beste Nederlandse triatleet. Nou, de beste Nederlandse triatleet. Ik weet niet of het officieel is, maar hij is in ieder geval de beste. Hij werd namelijk afgelopen oktober 7e bij de Ironman in Hawaii. Nou, voor degene die niet weet wat een Ironman is, dat zal ik je uitleggen. Wat die mensen, deelnemers aan die wedstrijd moeten doen, is eerst 5 kilometer zwemmen. Nou, als je denkt van nou, dat valt op zich nog wel mee, dan heb je nog nooit 5 kilometer gezwommen, want dat is namelijk echt een tering eind. Nou, vervolgens stappen ze op een fiets en moeten ze 180 kilometer fietsen. En alsof hun benen nog niet genoeg verzuurd zijn na die 180 kilometer fietsen, rennen ze nog een hele marathon. Nou, dat vind ik al bijzonder genoeg. Maar er zijn twee andere redenen waarom ik Derk graag wilde interviewen. Allereerst omdat ik zelf ook wel eens wat langer hardloop. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is dan 20 kilometer. En wat ik vooral merk is dat ik er veel mentaal voordeel aan beleef. Ik ben heel ontspannen, het is rustig in mijn kop. Het is alsof na 20 kilometer alle de onzin uit mijn kop is weggelopen. Genoeg reden om Derk een keer te interviewen. Dus, nou, we hebben het over voornamelijk hoe Derk begonnen is. Nou, 5 jaar voordat hij zijn eerste Ironman deed, ging hij nog roken en drinken door het leven. Maar ook het mentale voordeel dat hij haalt uit het doen van zo'n Ironman. En hoe hij in de flow komt tijdens het doen van een Ironman. Echt een aanrader van iemand die hele bijzondere dingen aan het doen is. Vond je de aflevering op een of andere manier nou leuk, interessant, nuttig of leerzaam? Een comment of een duimpje omhoog hier op de Tube zou helemaal te gek zijn. Voor nu, veel kijkplezier. Spreek je snel. Doei. Hey Derk. Hoe is het in LA? Goed. Ja, lekker vroeg. 9:00 's ochtends. Volgens mij zit jij daar om 6:00 's avonds. Ja, ja. Dit is de eerste goede lentedag in Nederland. Dus het is vandaag bij ons ook 16:00. Ja, mijn moeder die was afgelopen week hier. En hier in LA was het toevallig een beetje minder weer. De afgelopen 2 weken hebben we heel veel regen gehad. Zelfs wat sneeuw. En dat is in de laatste 50 jaar niet gebeurd. Dus stuurde al een berichtje dat ze blij was om terug te zijn in Nederland. Waar het lekker 18 graden is. Mooi. Ik heb een hoop vragen aan je. Vooral omdat ik de laatste, paar maanden wat meer redelijk geïnteresseerd ben geraakt in triathlon, in ultra races. Vooral het mentale aspect en de discipline die je ervoor moet hebben, die vind ik gewoon interessant. En je zei net van ja, ik praat niet vaak met mensen uit Nederland over triathlon. Hoe komt dat? Is het hier gewoon nog niet populair? Of? Nee, dat is niet het geval. Het is meer dat ik woon al zo lang in het buitenland en ik ben met triathlon begonnen toen ik in het buitenland woonde. Dus heb ik niet zo heel veel contact met de Nederlandse triathlonwereld. Alhoewel de laatste 2 jaar wat meer contact gehad. Ook laatst een interview in Transition Magazine. Dat is een Nederlands blad volgens mij. Dus ja. Dat lijkt niet zo. Transition Magazine en dan is het Nederland. Ja, maar volgens mij heet het wel zo. Okay. Ik kan het wel even opzoeken. Maar. Ik zat onderzoek te doen naar jou en naar triathlon. Toen zag ik dat je afgelopen september, geloof ik, 7e bent geworden op de triathlon de Ironman in Hawaii. Dat is volgens mij ook de officiële, de echte Ironman. En toen zag ik een video op die website. En daar zei op een gegeven moment een kerel: you have to swim for 2.6 miles, then bike for 112 miles, then run for 26.2 miles, and then brag for the rest of your life. Daar moest ik zo lachen. Maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik zal de intro straks wel nog, of als ik hem op ga nemen, laten weten hoeveel dat eigenlijk is, zodat mensen er een beetje een beeld bij hebben. En mijn beeld is altijd dat mensen die daarmee beginnen, dat ze vroeger ook al iets van topsport hebben gedaan, dat er echt al hun hele leven fitte mensen zijn geweest, maar dat is bij jou volgens mij niet zo. Ik hoorde in een interview dat jij op je 27e op een gegeven moment dacht van,
Misschien moet ik daar wat doen. Kun je daar wat meer over vertellen over hoe dat begon? Dus inderdaad, de sport triathlon of sport in het algemeen was niet echt een groot deel van mijn leven tot ik 27 was. Ik geloof dat dat te maken heeft met het feit dat ik voor een groot deel van mijn leven in het buitenland heb gewoond. Dus veel van school veranderde. Dus nooit echt zoals mijn vrienden in Nederland. Gewoon vanaf je jeugd tot je middelbare school op één plek te hebben gewoond. En dus je helemaal kunnen integreren in een bepaalde sport. Of dat hockey is of voetbal. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad vanwege het feit dat we zo vaak verhuisden. Ja. Dus heb ik wel een paar sporten geprobeerd. Tennis, basketbal, baseball. Maar ja, niks judo, niks wat echt bleef hangen. Ik vond gymles altijd wel leuk en kan me wel herinneren dat ik daar altijd wel met rennen een van de snelste was. Dus het is niet dat ik er helemaal geen aanleg voor had. En toen ben ik terug verhuisd naar Nederland toen ik 12 was. En volgens mij ben ik op mijn 14e ben ik gaan golven. En dat was mijn eerste aanraking met een sport waar ik echt 100% voor ging. Dus, het was echt 100% het verschillende tegenovergestelde. Ja. In ieder geval. Ja, klopt. Maar ik vond het geweldig en deed mee aan allemaal wedstrijden. En ging al heel snel naar de single handicaps. Dus dat is in golfwereld is dat vrij goed. Dat viel allemaal een beetje weg toen ik ging studeren. Want toen nam een beetje het feesten en het bier drinken over. En gedurende heel mijn studententijd heb ik eigenlijk aan geen enkele sport gedaan. Heb ik ook echt best wel wat gewicht aangenomen. En ik rookte ook veel. Ja, dat inderdaad. Ja, dat hoorde ik ook. Ik was een beetje een typische, laten we zeggen, core student. Oké. Daar heb ik er een beeld bij hoe dat eruit zag. Ja. toen ik afstudeerde, verhuisde ik naar Antwerpen. Daar had ik mijn eerste baan. En toen veranderde mijn wereldje een beetje. Hè? Van student zijn laten we zeggen, een volwassen persoon met een baan. En toen dacht ik, nou, laten we eens wat doen aan mijn gewicht en aan mijn gezondheid. Dus toen ben ik eigenlijk gaan rennen. En vrij snel had ik al mijn eerste halve marathon gedaan en mijn eerste hele. En volgens mij had je op een gegeven moment toen had je het echt ook over tijden. Je had amper getraind en toen was er een 10 kilometer waar je vader ziek van was, geloof ik. Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Dat was de Utrechtse singelloop. Mijn vader en mijn oudere broer hadden zich daarvoor ingeschreven. En waren daar ook voor aan het trainen. En de dag voor die race werd mijn vader ziek. En die vroeg of dat ik wou invallen. En nou ja, goed, ik had er niet voor getraind. Dat was wel in die periode dat ik wat meer begon te focussen op rennen en gezondheid. Mm-hmm. En toen heb ik die singelloop gelopen. En ik kan me herinneren, dat was iets van 45 minuten of zo voor een 10 kilometer. En nou ja, goed, dat vond ja, ik... Ja, ongetraind is dat redelijk grappig. Ja, vond ik dat best wel goed. En en toen werd ik een beetje gestoken door de renbug, zoals ze dat wel eens noemen. En we gingen van 10 kilometer naar een halve marathon. En in die periode bleek ook wel dat ik er wel aanleg voor had. Want volgens mij, mijn eerste halve was 1,5 uur. Mijn eerste hele was 3:15. Mijn tweede hele was 2:59. En toen 2:52. Dus het ging heel snel al omlaag. En
Ja, in die periode, volgens mij na mijn eerste hele marathon, besloot ik ook om te stoppen met roken. Dus, je rookte nog tijdens het doen van een marathon. Ja. Oh, wat mooi. Ja, en ja, dus toen dook ik al snel onder de 3 uur. En ja, toen de tijd woonde, in die periode, dat is ja, van, laten we zeggen, mijn 27ste tot mijn 29ste, was ik ook verhuisd naar Ierland voor werk. Ja. En een van mijn collega's op werk, nadat ik onder de 3 uur dook, zei hij van, ja, dat is best wel indrukwekkend, maar weet je wat indrukwekkend is? Is wat ik doe. Ik doe Ironman. En ja, dat was zo'n nare opmerking. Ja, dacht ik zo van, nou, weet je wat, als je zo gaat beginnen, laat maar weten welke Ironman je voor hebt ingeschreven en dan schrijf ik me ook in en dan gaan we zien wat indrukwekkend is. En ja, dus dat was van het moment dat ik me inschreef was de Ironman 10 maanden later. Dus ja, had ik 10 maanden om voor te bereiden. Dus ik moest een fiets kopen. Ik had eigenlijk zwemmen was totaal iets wat alleen maar zeg maar als in de zomer recreatie. Dat was zwemmen. En nu werd het opeens een sport. Dus ja, dat moest ik allemaal leren. En heb je toen les genomen of zo? Of heb je gewoon zelf? Ben je zelf aan de gang gegaan? Of? Ja, ik ben zelf aan de gang gegaan en het lokale zwembad had ook 's ochtends zwemtrainingen waar ik aan meedeed. het is best grappig, want ik begon toen natuurlijk in de langzaamste zwembaan. En dat was samen met een andere jongen die ook aan het voorbereiden was voor een Ironman. En we moesten zo lachen dat we allebei gewoon na 25 meter zwemmen gewoon even moesten stoppen om te pauzeren. Ja, is toch en, dat roken nog een beetje van de jaren daarvoor? Ja, wellicht. En ja, het is grappig, want in Kona, Hawaii, in september, of sorry, in oktober was dat eigenlijk. Dat is een wereldkampioenschap. En dus ik ben 7e geworden in de wereld voor Ironman. En het is grappig, want diezelfde jongen van die zwembaan, die e-mailde me toen. Moeilijk te geloven, hè, dat we geen eens 25 meter konden zwemmen, een paar jaar geleden. Hoeveel jaar zit dat tussen? Tussen dat je begon met zwemmen en die 7e plaat? Ja, dat is nu 5 jaar. Ja. Oké. Okay. Dus in 5 jaar van 25, uitgeput naar 25 meter, naar 7e in de wereld. Goh. Ja. Dat is nogal wat. En nou, ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben is, je combineert het ook met een fulltime baan, als ik het goed heb. Klopt. Ja, toch? Nou ja, dus zou je ook een aantal uren aanwezig zijn. En volgens mij is het trainen voor triathlon vooral heel veel uren maken. Hoe ziet een typische week voor jou eruit? Nou ja, heel veel uren maken, dat wil ik even aanspreken, dat hoeft niet per se. In het begin dacht ik wel zo, oh, ik moet gewoon veel trainen, elke training moet hard zijn en vol aan. En dat is over de jaren flink veranderd. Dus ik train nu, laten we zeggen, gemiddeld 12, misschien 15 uur per week. En dan zijn er natuurlijk wel piekweken waar het misschien iets meer richting de 25 gaat. En dat is meestal iets een maand voor een grote wedstrijd. Ja, okay. Maar ja, mensen denken dat ik continu 30 uur per week draai. Dat is absoluut niet het geval. Dus ja, tegenwoordig is het zeker in deze periode van het jaar 12 uur per week. En ik doe alles voor het werk het liefst, als het past. Dus dinsdag en donderdag is 's ochtends zwemmen, dus dat is 1,5 uur zwemmen. En dan misschien een uur rennen daarna. Maandag is altijd een rustdag. Woensdag is altijd een harde fietssessie. Met een korte hardloop. Iets van 30 minuten na
anderhalf uur fietsen. Ja. En dan vrijdag is weer een beetje wat meer rustig. Want zaterdag en zondag zijn altijd vrij heftig. Maar ja, dus, dan train je 2 keer per dag of zo? Nou, ik doe 's ochtends zwemmen en dan hardlopen. Dat doe ik aan 1 stuk. Dus ik zwem en dan meteen na het zwemmen dan ga ik hardlopen. Dus okay. Dan heb ik 2,5 uur getraind. En om 5:30 begin ik met zwemmen. Dus om 8 uur ben ik klaar. En om 9 uur zit ik aan mijn bureau. Dus dan heb ik een normale werkdag. En dan is de avond voor de familie. Oké. Nou, op zich, ik moest wel lang zeggen, ja, het is maar 12 uur. Toen hoor ik je anderhalf uur dit, een uur dat, en dat is het weekend. Ja, dit is natuurlijk perspectief. Ja, tuurlijk. Ik doe het nu al 5 jaar, dus voor mij is het gewoon routine geworden. In het begin was het natuurlijk wel wat zwaarder om, elke dag om 5 uur uit je nest te komen en jezelf te motiveren om te trainen. Maar tegenwoordig is het gewoon een routine geworden. En gelukkig, mijn vrouw, die vindt vroeg naar bed gaan prima. Dat is mooi. dat is wel nodig om zeg maar, dat schema aan te kunnen houden. Ja. Ik heb je er waarschijnlijk niet op uitgekozen, maar dat was een mooie bijkomstigheid. Ja, absoluut. Mooi. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ziet je dieet eruit? Wat eet je op een dag? Ik vind het wel leuk om een beetje technisch te worden. Ik ben er zelf veel mee bezig. Je zal iets meer calorieën eten dan de gemiddelde persoon, denk ik. Maar... Ja, dus ik werk met een nutritionist. En een coach voor training. En dus mijn dieet wordt aangepast op hoe mijn trainingsweek eruit ziet. Want je kunt je voorstellen... Een training wordt opgebroken in blokken. Dit is een bouwfase. Dus dan is het wellicht niet zo heftig trainen, maar gewoon meer lange uren maken. Dan ga je echt in een wat meer piekfase in. En dan zijn de traininguren misschien wat korter, maar een stuk intenser. Ja. En mijn dieet wordt daarop op aangepast. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken, ik eet 6 maaltijden per dag. Eerste is een snack voordat ik ga trainen. Dus rond 5 uur 's ochtends. En dat is probeer ik ongeveer 20 gram proteïne binnen te krijgen. En 20 gram koolhydraten. En daar begin ik mijn dag mee. En ik doe dat met Griekse yoghurt en een stuk toast. En dan na mijn training, dan is het ontbijt. En dan ga ik meer naar de 50 gram koolhydraten. Wederom 20 gram proteïne. Ja. Dan kan ik ook wat vet erbij doen. Dus avocado of iets in die richting. En dan is het weer een snack. En wat bij elke maaltijd wel zo is, 20 gram proteïne. Dus proteïne is een groot... En dan afhankelijk van voor of na het sporten is het koolhydraten en maar het is inmiddels wel... Nou, je bent wel zover dat je daar een diëtist of een nutritionist voor... bijroept, nodig hebt. Ja, ik moet zeggen of het nog nodig is. Ik bedoel, nu zit... Het is weer gewoon routine geworden. En of dat ik die diëtist nog echt nodig heb, dat moet ik nog overwegen. Maar voor nu is het gewoon. Oké. Ik hoop niet dat je nutritionist boos wordt op me als je niet bestaat. Nee. ze verstaat geen Nederlands. Dus. Oké, mooi. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Ik ben 7e van de wereld. Je hebt nog een baan, kun je professional worden met want ik heb het idee, en dat is ook, ik kom er ook steeds meer mee in aanraking, vandaar ook mijn vraag. Volgens mij wint het wel aan populariteit. Volgens mij wordt het wel steeds groter. Ja, dat denk ik. Ik denk vooral, het leek erop dat het eigenlijk een beetje als sport omlaag aan het gaan was, maar
Ik denk dat het merk Ironman heeft in de laatste jaren wat veranderingen gemaakt. Dus ook kortere afstanden. Het is wat toegankelijker geworden voor iedereen. Want ja, toen het alleen maar halve en hele Ironman afstanden waren, dat doet gewoon niet iedereen. Nee, dat is een understatement. Dus voor die reden begint het denk ik weer een beetje populairder te worden. En er zijn ook andere merken van Triathlon Challenge is daar een van die vrij groot is. Dus ja, ik denk over het algemeen lijkt het weer een beetje toe te nemen. Wat goed is. Wow. Kan ik professional worden? Ja, de afgelopen... Ik moet me kwalificeren om professional te worden. En dat heb ik de afgelopen 3 jaar gedaan. Dus ik zou mijn pro-card kunnen nemen. En dit zijn ook gesprekken die ik met mijn coach heb gehad. Wanneer is het juiste moment om professional te gaan? En ik denk dat ik als amateur nog... nog een paar hele mooie wedstrijden in me heb. Ja. En als ik daar alles heb behaald wat ik wil behalen, dan denk ik er wel over na om professional te worden. En wat dat betekent, er zou eigenlijk niet zo heel veel veranderen voor mij. Ja. Ik ga daar niet mijn baan voor opgeven. Ik ben dit jaar 36, dus Dit is wel mijn piekperiode, maar ik heb niet zo heel veel jaren meer. Sowieso, bij triathlon is wel je piek wat later, toch? 7, 8, 39, ja. Klopt dat? Het is wel anders dan met voetbal, daar zijn ze allemaal al klaar. Ja, nee, klopt. Het lijkt erop dat zeg maar, mid-30 toch een beetje de beste tijden neerzet. Hoe komt dat? Ja, ik denk... vooral het mentale aspect ervan, dat niet echt is weggelegd voor, laten we zeggen, hele jonge mensen die daar de attentie niet voor hebben. Het is toch 8-9 uur dat je gewoon heel gefocust moet zijn op je sport. En de jongere mensen die zijn ook gewoon wat sneller. Kijk, als ik een sprintwedstrijd ga doen of een Olympische wedstrijd, dan is de kans dat ik win is heel klein. Want er komt er iemand die 18 is of mid-20. En ja, die zijn gewoon wat explosiever. Ja. Dus ik denk dat mensen van die leeftijd, die vinden het ook leuker om die kortere afstanden te doen. Want ja, ten eerste, je hoeft er niet... zo heel veel uren in te stoppen om je daarvoor te krijgen. Ja, beter niet te worden, ja, ja. Ja, je bent binnen 2 uur ben je klaar. Dus ja, ik denk dat een van de redenen is. En ja, goed, we zien nu wel in het professioneel circuit zien we wel wat jongere professionals de sport van Ironman gaan beoefenen. En die beginnen het ook aardig goed te doen. Dus ik denk dat die leeftijdsgrens op een gegeven moment wel een beetje omlaag wordt getrokken. Yeah. Oké. Okay. Wat vind je er in vredesnaam zo leuk aan? En het doen van die races en het trainen voor die races. Waarom vind je het zo leuk? Ik vind het leuk omdat ik word elke dag nog beter. Dus elke dag verbeter ik mezelf. En dat is voor mij heel erg aantrekkelijk, zeg maar. Ik weet dat het werk wat ik vandaag doe, dat mij sneller maakt. En als ik, zeg maar, een punt zou bereiken waar ik merk dat hoeveel ik ook train, dat ik, zeg maar, niet meer sneller word, dan zou het voor mij waarschijnlijk een beetje afgelopen zijn. Maar tot nu toe geloof ik nog steeds elke dag dat ik sneller en sneller kan worden. En ja, ik moet zeggen, het fijne eraan is ook, waar veel mensen van schrikken is, oh, hij staat elke dag om 5 uur op, of hij traint elke week 15 uur. Als ik dat niet doe, zeg maar, als ik een weekje vrij heb, dan word ik een beetje onrustig. Dus het is nu
wel zo'n heerlijk deel van mijn routine geworden, dat ik het echt heel erg zou missen als het, als het weg zou gaan. Ja. En ja, wat zou ik met al die tijd doen? Ja, ja waarschijnlijk zou je iets anders vinden. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, het vergt, je zegt ja, op zich valt het wel mee, het is 12 uur in de week en de weekenden zien er wat. Het is gewoon echt wel veel, veel sporten waar een dusdanige discipline voor nodig is. Heb je dat altijd gehad? Of is het iets wat je ontwikkeld hebt? Of heb je dat door Ironman gekregen? Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik kijk dan naar mijn ouders. Hè, waar komt dat allemaal een beetje vandaan? En nou, mijn vader is altijd heel erg streverig geweest. Die is zelf... 2 keer naar de Olympische Spelen geweest in roeien. Dus ik denk dat daar een beetje die drive vandaan komt. Maar ik moet zeggen, ik denk de discipline, dat komt van mijn moeder. Mijn moeder heeft een manege in Weert. En ja, die staat ook elke dag om 5 uur op om die paarden uit te mesten en gewoon de manege te runnen. En ja, daar is, als ik naar haar kijk, dan zie ik ook mezelf. In de zin van die discipline om elke dag weer een beetje hetzelfde te doen. En dat, ja, daar krijg ik dat vandaan, denk ik. Oké, dus de appel valt in die zin niet ver van de boom. Als je de Nederlandse uitspraken nog kent. Ja, ja. Ik weet niet of die het Engels ook geldt, maar... doesn't fall far from the tree. From the tree, ja, nee. Ja. Wat is het grootste mentale voordeel dat je haalt uit het doen van die, dat soort races? Ik denk dat... wat ik daar uithaal is dat ik heel rustig ben. Dus als... bijvoorbeeld als ik een race doe, je kunt een plan hebben van hoe je die race wil uitvoeren, maar het is 9 uur lang dat je aan het racen bent. Dus over 9 uur kan zo ontzettend veel gebeuren, dat je heel erg adaptabel moet blijven. Dus als er iets gebeurt, dus... een keer mijn voeding was ik kwijt op een race. Of tijdens de wereldkampioenschap werd het moment dat de kanonschot afging, werd mijn zwembril van mijn kop afgeslagen. Dus moest ik heel het parcours in zout water zonder zwembril. Oh, wauw. Dus dat soort dingen gebeuren. En je moet gewoon kalm blijven en met een nieuw plan komen. Hoe je het nu gaat aanpakken. En dat zie ik mezelf ook veel op het werk uitvoeren. Dus als er dingen gebeuren, en dat gebeurt op mijn werk gewoon heel veel, waar iedereen een beetje in paniek raakt, ik blijf daar in die situaties heel kalm en rationeel. Een van mijn vragen was ook of hetgeen wat je leert en ervaart bij het doen van die race, of dat ook doorwerkt op andere gebieden. Maar volgens mij is dat dus zo. Ja. Ja, dat heb ik heel sterk gezien toen ik begon met triathlon. Yeah. We hebben hier op werk performance ratings. Dus elk kwartaal wordt je werk geëvalueerd en krijg je een score. Mm-hmm. En heel veel goede scores leiden tot promoties. En... ik zag van het moment dat ik begon met triathlon, ik zat eigenlijk een beetje op een plateau. En van het moment dat ik begon aan triathlon, begon mijn scores toe te nemen. Kreeg ik 1 promotie na de ander. En dus ja, ik ben ervan overtuigd dat die mentaliteit heel veel voordelen heeft, ook buiten training. Ja. En welk deel is het dan wat doorwerkt? Is het gestructureerd aan de slag gaan? Of het kleine improvements? Nu weet ik het Nederlandse woord niet eens. Kleine het doelgericht zijn en een gestructureerd plan hebben om dat doel te bereiken. Dat is er zeker van. Ik denk als je
triathlon doet, dan gaat je zelfvertrouwen ook omhoog. En dat ervaart iedereen om je heen ook een beetje. En dat heeft natuurlijk ook goed sneeuwbaleffect binnen de werkplaats. Ja, ik denk dat dat wel de twee grootste dingen zijn. Ja. En ik merk je ook dat er zo'n race, is ook er zit een hoop leven in zo'n, ik heb ter voorbereiding van dit interview heb ik loop wel eens hard, maar dat is meestal 10 kilometer. Ik dacht, nou, ik ga een keer 20 kilometer doen, maar dat heb ik nooit gedaan. Dan ga ik gewoon kijken waar het schip strandt. Het is me gelukt, ik heb wel last van mijn heupen. Maar er zit echt in zo'n race zit, na het ene moment denk je, oh, het is makkelijk, gaat alles eenvoudig, voel je helemaal niks, gaat allemaal prima. Het volgende moment denk je, oh, ik wil stoppen, heb je overal last van. En die ups en downs, daar zit heel veel van. En ik kan me voorstellen, er zat er al heel veel in mijn 20 kilometer, maar ik kan me voorstellen dat in jouw 9 uur ook een hoop leven zit. Ja. Ja, het is een emotional rollercoaster, noemen ze dat. Ja, dus, en dat leer je ook gewoon met ervaring, hoe behandel je die situaties? Want ja, ongetwijfeld, dat gebeurt met iedereen. Iedereen heeft van die momenten. En hoe werk je jezelf daar doorheen? En er zijn allerlei technieken die mensen gebruiken. Meditatie kun je toepassen. Je kunt aan mooie momenten denken. Meditatie niet. Ik denk altijd aan waarom ik het doe en voor wie ik het doe. Ik heb heel veel steun gekregen van mijn familie, van mijn vrouw. En het feit dat ik het doe. Oké, dus op het moment dat jij in een race zit en je bent hardlopen begonnen, dus je moet nog een hele marathon lopen en je bent aan een kilo 20, zit je er helemaal doorheen. Denk je, nou, ik ga stoppen en dan denk je aan de steun die je gehad hebt van alle mensen die voor die steun hebben gezorgd. En, oh, nice. Ja, bijvoorbeeld tijdens de wereldkampioenschap had ik zeker van dat soort momenten, maar helaas, mijn broer die besloot de week voor het wereldkampioenschap te trouwen. En ja, ze wisten dat zou betekenen dat ik er niet bij zou kunnen zijn. Dus van beide kanten waren we daar heel erg verdrietig over. Maar dat heeft mij wel geholpen om, zeg maar, niet te stoppen. Van, godverdomme, Dirk, je hebt wel je bruiloft gemist voor dit. Dus maak er iets moois van. Ja. Ja. En ja, dat is één voorbeeld. Maar ja, het feit dat mijn training en mijn passie voor de sport ook veel van onze vakanties in beslag neemt en dat soort dingen. Dus ik moet ook altijd aan mijn vrouw denken. En, ja, hoe teleurgesteld zij zou zijn als ik zou stoppen. Ja, je mag gewoon niet stoppen, want als je thuis bent, dan krijg je een billenkoek. Ken jij David Goggins? Ja, misschien dat je die wel eens op een race hebt gezien. Dat is een ultra, nou ja, ook een ultra atleet. Ik weet niet of hij zichzelf ook zo... Okay. Maar dat is een Hoe schrijf je dat? Goggins? David Goggins. Goggins. En die is ooit Navy SEAL geweest. En op een gegeven moment wilde die om geld op te halen voor een bepaalde... Ken je hem? Nee, ik kijk naar zijn resultaten. En ik zie dat hij was ook op de wereldkampioenschap. Ah, oké. Was die sneller of niet? Kun je dat niet zien? Nee. Nou, mooi. Maar die Navy SEAL, die doet allemaal van die idiote races. Dan rent hij 160 kilometer en in 24 uur en allemaal dat soort dingen. En die zegt ook dat eigenlijk het fysieke aspect, dat interesseert hem gereed. Het gaat hem echt om de mentale winst. Hij zegt, ja, ik train niet voor een race, maar ik train voor mijn leven, zeg maar. Voor alle keren dat het mis kan gaan, omdat je mentaal er zo sterk van wordt. En volgens mij herken je dat ook wel. Als ik zo naar je verhalen luister. En dat is ook waarom ik het zo interessant vind. Dat het gewoon... Ja. Nou ja, volgens mij word je er heel sterk van. Ja, nee, ik heb hem nu opgezocht. Ik ken hem wel. Hij
Hij traint ook Jesse Itzler. Ik weet niet of je, dat je die kent. Maar dat is ook een beetje zo'n... Ja. Klopt. Hij heeft een boek geschreven daarover, toch? Of niet? Ja, een miljardair hier in Amerika. Een eigenaar van een baseballteam. Maar hij is ook een motivational speaker. En ik moet zeggen, dat is misschien heel Amerikaans. Maar ik vind het altijd geweldig om te luisteren naar die succesvolle mensen. Die praten over hun mindset. En wat voor hun... werkt en dus daar, ik luister naar dat soort dingen en dan probeer ik dat ook te passen aan mijn eigen leven en in training en dat soort dingen. Ja, ja, dus, maar jij kent ook wel die mentale voordeel. Ken jij het concept, ik zit even naar de tijd te kijken, ja, we hebben nog, volgens mij hebben we nog tijd, ja. Ken je het concept flow? Wel van gehoord. Kun je dat misschien even uitleggen wat het is? Ja, het is. Het, flow zegt eigenlijk niets anders dat je volledig in het nu bent. Dus dat de uitdaging past bij de perceptie van je skills. En als je daarin zit, dan ben je volgens mij in je optimale prestatiemodus. Hoe vaak ervaar je dat tijdens zo'n race? Of ervaar je dat überhaupt? Ja, nee, dat ervaar ik zeker. Want ik moet zeggen, zo'n dag gaat zo snel voorbij. En dat is raar om te zeggen, want het is toch bijna 9 uur dat je bezig bent. Maar als ik de finishlijn overkom en ik denk terug aan de hele dag, zijn er gewoon hele stukken waar ik dat ik gewoon niet kan herinneren. Want dan zit ik gewoon in de flow. En ik merk het ook wel als ik... het fietsen is het langste onderdeel, dus dat is waar ik het vaakst merk. En dan zit je ook gewoon heel lang in één positie. En ik merk dan dat ik gewoon... Ik ben dan zo gefocust op mijn nummers. Hè, dus mijn power wat ik uitzet op de fiets. En, dus ik ben continu daarnaar aan het kijken. Ik ben dat zie je op je schermpje op de fiets. Ja. Je wil waarschijnlijk binnen een bepaalde range blijven of zo. Ja, precies. Ah, en okay. en ik kijk naar het parcours. En ik weet dat er dan een heuvel komt. En, dus ik zit dan zo bijna in hypnose in dat parcours. En dan merk ik dat ik daar uitkom. Bijvoorbeeld dat er iets gebeurt of ik moet iemand inhalen. Dus ik heb van die kleine spitmomenten dat ik eruit kom en dan duik ik er weer in. Dus dat gevoel ken ik. Nice. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ieder jaar doe ik een 1/8. En dan heb ik ook. Maar wat ik wel nieuwsgierig naar ben, ik heb wel ook momenten, dan ben ik echt in flow. Maar ik heb ook een moment dat ik gewoon daadwerkelijk aan het genieten ben. Dat komt misschien omdat het een stukje minder zwaar is. Maar dat ik de zon op mijn kop heb. Denk, ah, heb je dat ook nog? Of is bij jou dusdanig intensief dat genieten er echt, niet echt bij zit? Nee, ik moet zeggen dat... dat wil ik wel. Maar het is allemaal zo intens geworden. Gewoon de tijden die worden neergezet. Vergeleken met 5 jaar geleden. Een Olympische wedstrijd, Olympische afstand triathlon, daar moest je echt keihard knallen. Daar moest je hard gaan, want het is een kortere afstand. Dus iedereen heeft wat meer energie, dus daar ga je hard. Het lijkt erop dat diezelfde inzet van een Olympische afstand nu is verschoven naar een halve Ironman. Dus diezelfde intensiteit, die wordt nu toegepast naar een halve Ironman en de halve naar de hele. Ja. Dus ja. Het is allemaal zoveel intenser geworden, in ieder geval voor mij, dat ik eigenlijk nooit momenten heb van, goh, wat een mooi parcours. Oh, die zon, dat schijnt hier mooi. Nee, hij kijkt gewoon naar de nee, nummer. Het is meer van, oh, die zon, kan die alsjeblieft even weg? Ja, weg, nou ja, vooral in Hawaii, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Wat is het, in Hawaii is de originele Ironman, wat maakt dat parcours, meer uitdagend of anders dan andere parcours? Het is de originele, misschien wel leuk om hier te vertellen hoe het allemaal is ontstaan. Ja, ja. Op Hawaii is een groot army of een legerbasis. En dus je hebt daar de marine, je hebt daar gewoon normaal landmacht en volgens mij die twee. En een paar generalen die zaten om een tafel heen en die waren aan het bespreken. Wat is nou de Uber-atleet? Is dat de
een zwemmer, een renner of een fietser? En ja, toen zeiden ze, nou laten we dat even op de proef zetten. En dus hebben ze hun topzwemmers, renners en fietsers uitgenodigd om dit parcours, wat zij hadden uitgestippeld, uit te voeren. En volgens mij uiteindelijk won de zwemmer. maar ja, goed. Ik kan het bij voorstellen, ja. Ja. En dat is mooi, want ik ben onderdeel van een triathlonteam. En een van de originele atleten, die is ook nog steeds honorair lid van het team. Maar ja, wat Hawaii nou zo uitdagend maakt, is het feit dat het speelt af op Kona, dus de Big Island. En dat is een vulkaan, is dat eigenlijk. En dus het hele fietsparcours rijden door lavavelden. En dus dat is allemaal pikzwart. En ja, met de zon die daarop schijnt, wordt het gedurende de dag wordt het steeds warmer en warmer en warmer. En ja, begint die hitte van de grond af te komen. En het is bijna alsof je in een oven zit. Dus dat maakt het uitdagend. Maar ook de wind daar is heel erg heftig. Dus je hebt bijna op elk onderdeel van het fietsparcours heb je kruiswind of volle wind tegen. En ja, het lijkt nooit echt volle wind van achter te zitten. maar dat is ook omdat de wind draait. Zeg maar, als je ongeveer halverwege bent, dan draait de wind. Alsof het eiland je tegenwerkt. Ja, absoluut. Ja, het lijkt af en toe alsof het eiland leeft. En dus dat is denk ik het zwaarste onderdeel. En dan ja, het rennen, dan heb je dat al meegemaakt. Dan ga je rennen. Het is later op de dag, dus de zon begint ook steeds harder te stralen. En dan moet je nog een marathon lopen. En het zwaarste daaraan is dat het parcours, de eerste 10 kilometer is nog leuk. Hè? Daar heb je heel veel toeschouwers en word je aangemoedigd. Maar dan ga je een stuk van het parcours in en dat is iets van 25 kilometer lang. Waar je de snelweg op gaat en dan ga je in zo'n een stuk dat heet de Energy Lab. En dat is ook weer zo'n heel warm lava stuk. En dat als je daar, het is alsof je op Mars bent beland. Zo voelt het op een of andere manier voor mij. Het is gewoon heel eenzaam, heel warm. En je hebt nog zover te gaan. Ja, en ik sprak gisteren een vriend van me, die heeft een marathon van New York gelopen. En die zei ook van, ja, dan zat ik er echt heel vaak doorheen. En waren er altijd mensen die zeiden, Guido, omdat je dan je naam op je bordje hebt. Ja. Kom op. En dan kreeg je dan wel weer energie van. Maar ik zag inderdaad dat het parcours, dat heel vaak gewoon uitgetrekt is. Dus dat is van alleen jij op de fiets die naar je cijfertjes zit te kijken. Ja. Met een soort van lava-achtige temperatuur. Ja, dat is echt niet top. Ja, het is vrij eenzaam. En andere parcours zijn anders. Dan heb je misschien drie rondjes wat je moet fietsen. Of drie rondjes dat je moet rennen. Dus dan zijn de toeschouwers ook wat meer verspreid over het hele parcours. En dat is gewoon in Kona niet het geval. En het is gewoon zo warm. En vochtig. Goh. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik lees er veel over, nu ik jou zo hoor, dat begint het bij mij toch ergens wel te kriebelen. Denk ik, ooit zou ik dat... Hoe, als jij, ik ben redelijk fit, ik ben vooral een fitnessmanneke, maar ik loop er wel oké hard, dus ik ben oké fit. Hoe lang zou ik uit moeten trekken om een Ironman te kunnen doen en hem fatsoenlijk uit te kunnen lopen? Ja, ik denk een Ironman... 10 tot 12 maanden, als het echt je eerste is. Dus dat is ook hoe ik het heb gedaan. En in die 10 maanden heb ik mijn eerste sprint gedaan, mijn eerste Olympische, mijn eerste halve. Dus dat werkte voor mij.
Maar ja, ik denk, iedereen kan een Ironman doen. En dat is misschien een beetje ongeloofwaardig, maar ik ben hier in Amerika onderdeel van Leukemia en Lymphoma Society en heb ik hun triathlon team gecoacht voor een tijdje. En daar komen niet atleten op af om dat te doen. Nee, dat zijn allemaal mensen die voor een goed doel geld willen inzamelen. Dus dat zijn mensen van alle stappen van het leven die dan gewoon zoiets enorms willen doen om geld in te gaan zamelen. En dat zijn niet altijd de meest fitte mensen. Om heel eerlijk te zijn, zijn er heel veel zwaar overgewicht mensen die dan zich inschrijven voor een Ironman. En het ook daadwerkelijk uitvoeren. Kijk, je hebt, volgens mij is de cut-off time voor een Ironman 18 uur. Dus dat zijn zo bewonderwaardelijk dat ik doe het dan in 8,5, 9 uur. Maar dan zijn zij nog 9 uur op het parcours. Dus ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En dat overtuigt mij er ook van. Als er wil is, dan is er een weg. Ja. Maar ook als je met 18 uitloopt, is het nog steeds gewoon wel een wereldprestatie. Je bent een Ironman, ja. Dus, maar ja, goed. Dus ik denk 10 tot 12 maanden zou dat wel moeten kunnen. Gaaf. Begint wel te kriebelen, moet ik zeggen. Ja, doe het. ik zie aan de tijd dat de tijd bijna om is. Ik heb nog twee vragen aan je. Maar allereerst thanks, Derek, dat je vanuit Los Angeles de tijd maakt om met me te horen. Erg leuk. Ik ben echt gemotiveerd. Het begint echt te kriebelen, moet ik zeggen. Door al die verhalen. Voordat ik mijn laatste vraag stel. Stel dat mensen jou online zouden willen vinden. Waar kan dat? Instagram is waar ik eigenlijk het meest aanwezig ben op social media. Dus dat is Derek de Korver @, geloof ik. Iets in die richting. Ik zal het in de show zetten. Ik zal het even checken. Ja, dus daar post ik regelmatig dingen. Ik ben niet super actief. Maar als mensen ook gewoon vragen hebben of iets in de richting. Ik krijg vaak berichtjes via Instagram of Facebook. Dus dat is best leuk. Veel Nederlanders beginnen nu een outreach naar mij te maken en vragen. En dat vind ik super leuk. En ik deel graag mijn ervaring. Dus ook e-mail kan prima. Dus dat is derkdekorven@gmail. Okay, nice. Leuk. Ja, mijn laatste vraag. En ik ben er op een of andere manier net iets nieuwsgieriger naar. Wat is jouw definitie van een goed leven? Goed leven. Ik denk dat dat betekent do what you love. Ook met sport, met werk. Do what you love en dan komt het allemaal wel goed. En dat begint zeker nu, hè, ik ben nu 35 en ik zie veel vrienden om me heen die niet helemaal blij zijn in hun werkomgeving. En dan zeg ik, waarom doe je dit aan jezelf? Je hebt alles in je macht om dingen te veranderen. En als je niet doet waar je echt verliefd op bent, dan is het eigenlijk een beetje een verspilling van je leven. Vind ik. Ja, heb het lef om dingen te veranderen en je dromen te volgen. Tof einde. Derek de Korver, dames en heren.